Er is een microfoon tegen mijn lip gekregen. Niet dat ik zomaar praat. Niet dan maar een microfoon. Ondertussen mogen de mensen foto's trekken van mij. Want Gert, ga maar later. De rit is niet waar. Hij staat klaar. Maar grote artiesten die laten op zich wachten. Dat moet u begrijpen. Dit is een van de grootste trofeeën van story die je kunt krijgen. Er is er ook maar één. Wie dat heeft, dat is, ja, dat is het einde van de carrière. We zien hier Dana Winner liggen, Sven Ornelis. Jackie. De assen van Jackie Lafont. Sorry, nee, maar dat was passant op. Koen Krukke, dames en heren. Familie. En daar komt dan de held. De Gers. Dames en heren, Gers gaat nu... denk ik voor u toch een belangrijk moment. Kunt je even uw gevoelens uiten, Gert? Ja, ik voel mij ontzettend vereerd en ik ben er zelf een klein beetje zenuwachtig voor, maar ik heb volgens mij gehoord dat ik dat zand er alleen maar om af te vegen. Dus veel misgaan, kan niet echt veel misgaan. Er kan weinig misgaan. Ja. Ik lig hier ook, ik lig daarachter, de beroemde Jacques Vermeijden, die u waarschijnlijk kent. En dit is een moeilijke karwei. Het is zeezand dat we nu moeten vegen. Gers, dit is volgens mij, denk ik, het belangrijkste in uw carrière. U, nog een belangrijk punt, u treedt binnenkort op hier, 19 januari. Maar dan ga ik straks op podium. Ja, ik denk het wel. Klopt, maar ik treed zometeen ook op. Ja, tuurlijk. Dames en heren, stilte alsjeblieft de foto's. Gers Pardoel gaat nu zijn ster bloot leggen. Ja. Dus je moet vegen, hè? Wat zijn dat weer voor rare dingen, joh? Je ster bloot liggen, ja? Je moet niet schuppen, hè? Het is vegen. Dames en heren, hij gaat van links naar rechts. Stop. Kijk naar de stijl. Ja, kijk eens. Prachtig. Helemaal top. Top, dit is. Ja, wie hier ligt. U gaat nu ook bloemen krijgen. Alsjeblieft, Gers. Dat is een ruiker. Die we elk jaar geven, dat is in plastic. Misschien toch even poseren, alleen voor de pers, zonder mij. Ja, dus ik even zonder bloemetjes. Zal ik mijn bloemen? Ja, ja, die mag je dan meenemen naar huis. Dit is werkelijk een groot moment voor de mensen die het niet zien. Zeer ontroerend hoe Gers op zijn hukken zit. Het is precies op camping. Dat hij dringend moet. En er is geen toilet in de buurt. Dit is een zeer belangrijk moment voor hem. Je ziet hem lachen. De plaatselijke pers is er ook. Kerk en leven. Moet ik erbij? De pers vraagt om erbij te zitten, dames en heren. Op een hukken. Ja, maar dat is. Ja. Ja, ik zit misschien alle twee. Ik was vroeger met de scouts. Op de Hudo. Kent u dat nog? De Udo, ja. De Udo. Nee? Daar zal ik straks iets over zeggen. Ja? Voilà, is dat goed? Ja, ja. Weer weg. Ja, ik word nu weer weggestuurd. Dus het is de story, walk of fame. Is iedereen nog wakker? Ja, meneer? Ah ja, een beetje beleefd. Voilà. Gers gaat nu zich even afzonderen. Hij gaat zijn ster weer bedekken. Dat was een prachtige ster, hoor. Al die praatjes is heel mijn gangster imago meteen in de brullenbak gegooid. Had jij een imago? Gangster imago. Duister. Een gangster. Een gangster imago, ja. Ja, ik zie het. Dat is een t-shirt. Dat is een mooie t-shirt, ja. Oké, Gers. Ik ga je nu, ik zie je binnen enkele minuten op het podium. Ik ga nu naar het podium en dan kom jij als een grote vedette. Oké? Ja, oké. Dames en heren, applaus voor Gers. Pardon, dames en heren, met een ster. Zijn er maar enkele die ze gekregen hebben.